6 uur. Ik ben op tijd vertrokken van kantoor vandaag. Iets eerder vertrokken van de borrel zelfs die we hebben. Want ik heb vanavond afgesproken met Stephanie. Jullie kennen waarschijnlijk Stephanie wel van mijn verhaal. Ik ben ook op haar bruiloft geweest toen ze met Jossie trouwde. En dat was echt een droombruiloft trouwens. Maar we hebben eventjes gezellig een girls night. In een van de locaties van Entourage. Misschien de Butcher, misschien de Dutchess. We gaan nog even kijken gezellig waar we naartoe gaan. Maar we gaan samen eten. En ik hoop gezellig weer eens een keer in de lampen hangen. En ik neem jullie vanavond natuurlijk weer mee. Oh ja, PS. Stephanie is op dit moment, as we speak, met Drake. What the fuck? Ik wist niet eens dat Drake in Amsterdam was. Alright, ik ben thuis en ik ga me gauw klaarmaken. Maar nog even mijn lookje met jullie delen die ik vandaag aan had. Natuurlijk mijn trenchcoat in de camelkleur. En ik heb de laurendress aan. Die is van Suedine. En ik heb vandaag mijn Prada laarzen aan. Maar deze passen perfect bij de Elise boots. Want die zijn dus precies dezelfde kleur als de jurk. De grijze Elise boots. Ik ben er klaar voor mijn girls night out. En ik neem lekker mijn warme bondje mee van Josh V. De Guylaine Faux Fur. I had a nice visit from my caviar supplier and he brought us 3 different caviar. Coming from different age of sturgeon. The younger the fish, the less quality of the eggs. Here we have from the Royal Ossietter caviar. This is their gold brand standard. This is from a sturgeon that's 6 years or older. Oh, at wow. That point the eggs are getting a very sweet, nutty kind of a flavor. And you'll know a cheap caviar because it's really salty and it's really fishy. Yeah. And this one is neither of those. It's really rich and very developed flavor. So I hope you guys enjoy it. I'm going to be a little bit generous today. Thank you. It looks amazing. The color also gets lighter as the eggs are in higher quality. The fish is older, it gets a light sort of a golden brown color too. Hence the gold name. Work. Kijk eens wie mij heeft opgehaald bij de butcher. Yes, opgehaald ook. Het was echt super gezellig met Stephanie en daarna zijn we dus naar de butcher gegaan tot 3 uur 's nachts en het is nu letterlijk, nee kwart voor 4. Oh my god. Dus we gaan nu gauw naar huis, slapen en dan een hele chille zaterdag. We zijn boekweit pannenkoekjes aan het maken. Lekker. Staat hier weer te koken hoor. Je wel mijn schort aan trouwens. Het is die schoon nog. Net begonnen. Nee, hij is nooit gebruikt, mijn kookschort. Dat jij nooit kookt. Nee, vet lief juist. Ik vind het gewoon leuk. Ik vind het allersexiest bijna wat er is. Bijna. Goedemorgen, het is zondagochtend en wij zijn onderweg naar W Hotel. Want ik heb 2 heerlijke behandelingen geboekt. 2 detox massages voor Nick en mij. En we gaan daarna lekker een dagje spa doen. Dus we gaan naar de Away Spa. Hallo. Was het fijn? Lekker. Ja. Ook lekker. Als ik mijn hoofd lekker voel, zit het ook zo in mijn haar. Ja.
treatment room zit dus hier in het X-Bank gebouw van W. En dat was vroeger de kasbank. Dus je zit hier achter een hele grote, zware kluisdeur. Het is een originele kluisdeur. Kijk nou hoe gaaf. Dompelbad. Dan gaan we de kluisdeur door. Dan is hier het zwembad. Kijk nou hoe prachtig. Daar zit Nick. Vastgelegd op camera hoe ik win. En jouw gezicht. Hoe kan jij nou begonnen? Ik heb niks hoeven pakken. Ik heb niks hoeven pakken. Ik heb er één. Nou, ik ben eerder uit. Jammer hè, hij gelooft het gewoon niet. Nee, je hebt ergens een dood. Nee, nee, niet. Weer verloren. Ik had lezen. Ja. Voor mij was het vet goeie. Jij zit veel te strategisch te spelen. Je moet gewoon ontspanning. Nee, ik doe een beetje strategisch. Ik heb ook mijn laatste. Wat denk je? Ga ik winnen? Ik denk het wel eens over een vakje, of niet? Spannend dit hoor. En ik wil ook niet dat jij uit kan hierna. Dus het wordt... 4. 3 keer gewonnen. Dit is vanaf nu mijn lievelingsspel, want het is tot nu toe het enige spel waarmee ik win van Nick. Oké, okay, was een grapje. We gaan eten. Eet smakelijk. Eventjes lekker bij Mr. Porter te gaan eten. Dus daar komen we net vandaan. Dus hebben we super lief. We hebben nog lekker toetje gekregen van Stephanie. Dus was lekker. Was een leuke zondag, toch? Heel leuk, ja. Lekker relaxed. Helemaal opgeladen voor maandag. En dan begint er weer een heftig druk weekje. Ik heb 3 fotoshoots aankomende week. Goedemorgen, ik hoop dat jullie allemaal een heerlijk weekend hebben gehad. Ik in ieder geval wel. Ik ben helemaal zen en ontspannen en ik heb zin in deze week. Het is wel echt een super, super, super drukke, hysterische week. Want ik heb 3 fotoshoots van onze uitgebreide Essentials collectie die binnenkort te zien is. En van de nieuwe collectie waar wij over een half jaar ongeveer jullie meer van kunnen laten zien.
En de 20 collection komt natuurlijk online. Dus tegen de tijd dat deze vlog online staat, dan staat ook de 20 collection online. Ik ben heel benieuwd naar al jullie reacties. Ik heb zoveel zin in deze week met al die dingen die staan te gebeuren. Ja. Op maandag loop ik altijd eventjes een rondje langs alle afdelingen. Dus ik ben net hier geweest bij de e-business afdeling. En ik ga nu boven naar kantoor. Nou, het is dus weer een lekker druk dagje vandaag. En heel onverwachts kwam ineens het zusje van Nick langs, Davy. En nou ben ik op zoek naar een doorpasmodel. En ik realiseer mij dat zij best wel goede maat heeft. Dus ik ga haar even opmeten, ze weet van niks. En dan ga ik eens even kijken of ze misschien in aanmerking komt om een doorpasmodel te worden voor George V. Leuk, gezellig met Davy werken. Is wie er bij ons komt eten gezellig. Gezellig, sushi! Yay, is er al bijna. Goedemorgen. Nou, ik heb onverwachts twee logeetjes en geen ontbijt in huis. Dus ik heb twee matcha bowls en twee acai bowls besteld bij Juice Brothers hier tegenover. En ik moet mij gauw klaarmaken, want ik heb zo meteen een shoot. Goedemorgen, het is woensdag en ik heb vandaag een shoot. Dus ik heb vrijwel geen make-up op, want Chelly gaat mij vandaag mooi maken. Kijk, hier heb ik dus straks de shoot. We hebben dus mijn kantoor, omdat hier zo'n mooie vloer is. Dus normaal staat die bank daar. Maar daar hebben we nu dit van gemaakt. Gaaf, hè? Dus dit wordt de achtergrond. Dus zo komt Chelly en de fotograaf. En dan gaat Chelly mij heel knap maken. En dan gaat de fotograaf zorgen dat ik knap op de foto sta. Nou, ik heb er zin in. Sorry, ik ben dus heel eventjes vergeten een soort van het proces te vloggen. Maar dit is dus het resultaat. Ik moet alleen nog eventjes wimpertjes opdoen. Chel, vertel eens eventjes wat je hebt gedaan. Hi Chelly! Hallo! Wij zijn eigenlijk voor de beetje cappuccino look gegaan, hè? Ja. Ja, een beetje blend. Blend is your friend. Maar ik moet hem nog even verder blenden, dus nog even. Maar hij is meer een soort van natural en het is niet een smoky eye. Nee. Dat is het niet. Nee, want dat wil hij altijd. Big hair en smoky. Ja. Maar dat is het niet. Het is een ingeschaduwde arcadeboog. Geblende arcadeboog eigenlijk. Nice. Maar we gaan nog even. Mijn huid is helemaal flawless. Zie je dat in dit licht goed? Ja, hè? Nee, juist niet. Oh, kijk. Oh, elke keer als jij dichterbij komt, dan Dan pak ik jouw licht natuurlijk. Dus. You're stealing my shine. Sorry. Maar goed, dit is dus zover zijn we. Dit is nu de tafel situatie. Chelly komt langs, het is meteen een bende. Daar is de rest van het team. Dag team. Hallo. Hallo allemaal. Noem jij je mensen zo? Team. Team. Lekker team. Nee. Team V. En ze kennen lekker iedereen happen. Al. Lekker happen. En dit is dus de fantastische set. En ik moet nu een beetje opschieten, dus ik ga gauw verder. Het is dus echt na middernacht nu. En morgen om 9 uur, uiterlijk, moeten we allemaal weer op kantoor zijn. Goedemorgen, het is woensdagochtend en ik moet heel gauw naar kantoor. Want vandaag is de collectielancering van de 20 Collection. Dus ik heb speciaal voor de gelegenheid allemaal nieuwe setjes aan van de nieuwe collectie deze week. Kijk trouwens even, ik kan het niet aan. Deze is zo
onwijs mooi. Dit is een knit. En die staat natuurlijk fantastisch met je thigh-high boots. En ze liggen dus nu in de winkel. Dus de hele week zal ik weer setjes aantrekken van de 20 Collection. Zodat jullie een beetje kunnen laten. Zodat jullie een beetje kunnen zien hoe alles bij elkaar matcht en staat. Maar ik kan echt niet wachten. En de eerste levering van de 20 Collectie. Die is ietsjes warmer. Want het is nog koud buiten. Dus ga vooral eventjes kijken wat er online staat. En dan komt er volgende maand weer een nieuwe levering van de 20 Collection. En die maand daarna weer een nieuwe levering van de 20 Collectie. En hopelijk is het dan alweer wat warmer. Want dan worden er iets zomersere setjes uitgeleverd. Dus dat is het verhaal. Dus mochten jullie vragen hebben, waar is dit en dit item? Elke maand hebben we een nieuwe drop met supercoole items. Nou, je gelooft het haast niet. Maar het is nog steeds dezelfde dag. Alleen is het nu dus 12 uur later. Want het is 9:30 s'avonds. En we rijden nu met een select groepje die betrokken zijn bij de fotoshoots. Richting huis. Dus we hebben er een hele lange dag op zitten. We hebben alle sets gemaakt voor de shoots van morgen van de nieuwe collectie. En die gaan we morgen shooten in Rotterdam. Dus ik moet weer om 5:30, 5:30 opstaan. Ik moet zo thuis nog mijn tas inpakken, dus ik lig er sowieso niet voor 1:00 s'nachts in. En dan moet ik er morgen in Rotterdam weer helemaal tiptop uitzien. Thank God voor de make-up artist. Maar jeetje, het is wel pittig hoor. Het blijft altijd spannend met die campagne-shoots en de collecties die dan op het allerlaatste moment binnen zijn. Maar gelukkig vinden we het allemaal heel erg leuk wat we doen. En is dit echt mijn passie, anders is dit echt niet vol te houden. Er wordt zo ongelooflijk hard gewerkt. Dat wil ik echt even zeggen. Dat ben ik dus niet alleen, maar echt heel het team. Het is knallen aan één stuk door. Maar goed, het wordt wel allemaal echt fantastisch. Ik heb net bijvoorbeeld ook de beelden gecheckt die we gisteren hebben geshoot van de Essentials. Toen Chelly dus mijn make-up had gedaan. En die foto's zijn zo mooi geworden. En ook dus dankzij de make-up van Chelly heb ik niet eens Photoshop nodig. Nou, er hoeft niet eens een filtertje overheen. Dus daar ben ik ook super trots op. Dus die zien jullie ook binnenkort verschijnen, die foto's. Want de Essentials die zijn uitgebreid en er komen allemaal nieuwe spulletjes in de Essential collectie. Dat had ik in mijn vorige vlog ook al uitgelegd. Dus binnenkort, over een maandje ongeveer, komen er nieuwe Essentials online. En dat zijn items die elke vrouw in haar kast moet hebben hangen. Zo mooi zijn ze en die kan je het hele jaar door dragen. Oké, genoeg gekletst. Ik ga gauw naar huis en dan mijn tas inpakken, mijn haar wassen, mijn make-up eraf halen en dan eventjes mediteren voordat ik ga slapen, zodat ik lekker helemaal rustig en zen in slaap val. En dan, ik denk een uur of 5 later, ik ga mijn wekker weer. Wish me luck. Good morning, het is 6:30 en ik ben onderweg naar Helga. Ik haal haar op en dan rijden we samen naar Rotterdam, waar wij de shoot hebben van de nieuwe collectie. Dus ik ben benieuwd wat de dag mee gaat brengen. Ik heb in ieder geval veel te kort geslapen, dus ik hoop dat de visagist genoeg spullen bij zich heeft. Terwijl wij Rotterdam inrijden, sluit ik mijn vlog af. Dus het eindresultaat van deze prachtige shoots kunnen jullie volgende week zien. Vergeet je dus vooral niet te abonneren op mijn YouTube-kanaal. En dan zie ik jullie hopelijk volgende week weer.